Bom. Nee, nee. Niet mijn clean nou. Nee. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Een horse kit. Nee. Nee, 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 nee. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games. Oftewel Blitz Survival Games. We gaan vandaag lekker spelen in de map Cthulhu Island. We gaan natuurlijk kijken of we hier lekker kunnen winnen. Of we mensen kunnen rekken. Of we mensen kunnen ownen. Of wij bijvoorbeeld die Spider-Man kit daar kunnen skin kunnen uitschakelen. We zullen hier wel zien hoe het gaat. Mensen natuurlijk bedankt voor alle reacties en likes die zijn achtergelaten op de vorige video. Mocht je nou benieuwd zijn of ik natuurlijk op jouw reactie heb gereageerd. Dan zou ik zeggen, check even de vorige video, want dan kom je er namelijk heel erg snel achter. En als je natuurlijk dan toch bezig bent en je hebt er weer zin in en je wil mij supporten, klik dan alvast een like aan. Bijvoorbeeld dank. Ik ga natuurlijk vanaf nu meteen mijn best doen om te winnen. En wat we ook meteen gaan doen is natuurlijk kijken naar het coin skill en winverschil. Dat zal nu maar meteen in beeld gaan komen. Ja, dat moet voor mij wel goed uitzien, want zoals ik al zei, als jullie willen weten, ik weet het nu nog niet eens. Duffy, Illuminati confirmed, ik weet het mensen. Ik trouwens eventjes merk dat ik nog eventjes een stream aan heb staan. En dat vind ik niet chill, want die staat dus op mijn andere scherm. Zo, die staat nu uit. Ik denk dat mensen dat wel kennen, weet je. Dan heb je twee schermen aan. Heb je op je andere scherm heb je dan bijvoorbeeld de stream aan. Of je de video te kijken, of wat dan ook. En op het moment dat je gaat opnemen, heb je toch onbewust dat je het eigenlijk wil. Zie je toch stiekem steeds op het scherm te kijken van, oh wat gebeurt er nu, wat gebeurt er nu. En dat is gewoon niet chill, zeker als je even goede opnames wil maken. Niet dat ik dat kan, maar ik doe mijn best. Trouwens mensen, we gaan natuurlijk ook meteen kijken naar het nieuwe weekschema. Maar voor volgende week, dat zal nu in beeld gaan komen. Ja, dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Maar wat ik natuurlijk wel weet, is gewoon elke dag lekker Blitz Survival Games. En natuurlijk gewoon GTA op maandag. En Dus versus kijken is trouwens de laatste. Dus degene tegen wie ik dan ga spelen, die heeft de eer om het Season 1 als het ware af te sluiten. Want volgens mij willen mensen heel graag een Season 2. Met wat langere, of nou niet langere afleveringen, meer episodes. Dus meer dan 5 potjes. Om mij aan te kunnen als het ware. Wat gewoon super episch is. Wat gewoon een hele leuke serie is, vind ik zelf. Dus dat gaat ook sowieso komen van de week. En ben je dit nou, Hypixel? Are you kidding me, Hypixel? Ik bedoel, hoe moet ik deze vent aanpakken als je daadwerkelijk hier in de freaking grond zit? Ik had echt perfect gear voor de game. Hij zit hier in de grond en letterlijk wanneer ik nog 2 HP heb of 3 HP komt hij uit de grond. Like, you have to be kidding me, my... Natuurlijk, hij kan er wederom, kan zo iemand er helemaal niks aan doen, want op zijn eigen scherm speelt hij natuurlijk gewoon goed. Maar dit is wel heel zuur. God dang it. Mensen, ik zie je gewoon lekker weer in het volgende potje. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Aliens Tower. Kijken of we misschien hier wat meer geluk zullen hebben. Dat we hier wel dan daadwerkelijk een winde van kunnen maken. Of in ieder geval überhaupt een kill kunnen maken. Want ja, het vorige potje, man. Ik heb zo'n gevoel, lijkt het wel alsof wij in zo'n vibe zitten. Als wat we dus een paar dagen geleden ook hadden. Dat we dus het eerste potje hadden, dus iemand dat in de grond geglitst. Volgende potje wonnen we, daarna werden we weer op een kansloze manier de map uitgeflikkerd. Ik heb zo'n gevoel dat het misschien vandaag weer gaat gebeuren, maar misschien winnen we vandaag ook helemaal niet. Maar het is tot nu toe echt gewoon fucking crap. En ik zag net toen ik tap indrukte, zag ik de naam POTZ. P-O-T-Z-Z. En ik weet het niet 100% zeker, want ik, zoals je weet, ik eigenlijk kijk nooit naar namen. Maar die vent is volgens mij goed. En natuurlijk, er zijn meerdere mensen goed, zoals die Raimundo 200 die nu in de games is ook goed, want die zie ik ook heel vaak voorbij komen. Ook vaak in de stream, als een gozer. Maar voor mij is die POTZ, is dat echt zo'n OP motherfucker. Maar ik, nogmaals, ik weet het niet 100% zeker, maar ja, we zullen het wel zien, weet je. We gaan gewoon rustig door en wij gaan gewoon kisten openen. Kijken of we wat goede gear kunnen krijgen. En of we dan misschien mensen kunnen ownen, dat zou natuurlijk erg nice zijn. We hebben in ieder geval onze standaard gear. En dan vinden we hier nog een XP barrel. XP barrel. En dan gaan we... Oh shit, die komt er iemand aan. Oh, 2 imaanden zelfs. 2 imaanden. Oh, het is een 2 tegen 1. Wat? What the fuck? What the fuck? Even normaal. What the fuck? Sinds wanneer mag dit? Niet te Duffy, dat mag inderdaad niet. Nee, inderdaad, dat mag inderdaad niet. Maar toch doen mensen het. Wauw. Oké, wij durpen even weg. Ik moet trouwens ook mijn creeps duidelijk in mijn inf gaan nemen. Maar ik denk... Oh, wow, no cheat, for real. Oké, go. Dit is natuurlijk wel heel nasty wat daar gebeurt. Oké, hun hebben ook, zag ik. Oké, hoppatee, boom. En er wordt een pijl op me geschoten. Dat betekent alleen maar weer dat zij een grotere achterstand oplopen. Wat alleen maar nice is. We leven tot nu toe nog. En het zijn gewoon... Het is gewoon een team wat op mij loopt in te hakken. Dat is, ja, jammer. Maar daar doe je helemaal niks aan. Die lijp je ook in de game. Natuurlijk, ik zou ze kunnen gaan reporten. Maar, Hypixel mag eerst wat gaan doen aan de hackers voordat ik überhaupt een report ga maken voor teamers. Want die zijn er ook nog steeds. En dat is natuurlijk veel erger dan een... Een aantal leden die aan teamen zijn. Hop, hop, hop. Dit doen we. Oh, dit kan wel. Oké, fuck it. Oké, moeten we leven. Daar komt iemand aan.
Ik ga even geheugd hier staan, kijken of hij door gaat lopen of niet. Het antwoord is ja. Hij komt er gewoon aan. Ja! Van Narnia! Narnia! Okay, is down. Oeh. We kunnen kills maken vandaag, mensen. Confirmed, Doofy kan kills maken. Hoppakee. Goed, onze eerste kill van de dag is binnen. We hebben nu ook een level. Dus wij zouden op zich voor de Sharpnesses kunnen gaan. Maar ik ben bang dat we zometeen weer dat twee-man team tegenkomen. God, Doofy, een twee-man team. Als je een man... Oh my god. Oh, oh, ho, 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 ho. What the fuck? What the fuck? Zie die poets daar, die pots is ultiem OP. En hebben we ook nog een keer die een of andere Joey hier. Dan moet ik gaan cleanen. En nou heb ik ze ook nog gecleaned ook en nou moet ik weg. Oké, ik wou dat gaan opblazen, maar iemand is net erheen gerend. God dang it. Oké, ik wou het echt net gaan opblazen. Ik ben daar net iets te laat mee. Ik heb gecleaned, ik krijg meteen een party fight van die Joey. Zo van, oh, je hebt me gecleaned, bla bla. I don't give a freaking damn. Daar gaan vaak wel die MVP's dan om janken deze heb gecleaned, maar I don't give a damn, weet je. We zitten daar in de game OP te doen. Nou, leuk voor ze. Ja, maar DVD was wel heel gemeen. Ja, dat was het inderdaad. Maar ja, zo is de game ook nou eenmaal, hè. Ik heb ze gewoon alle twee gekillt, hè, dat 2 AP. Wat gewoon daadwerkelijk een klimaat. Maar ja, hij stond stil, hij was daar aan het laggen, die andere kerel. Die had me trouwens nog wel bijna, maar niet helemaal. Dus, oh, misschien dat we toch nog een potje kunnen winnen. Ja. Even kijken, we krijgen hier blast protection op. Nou, daar hebben we geen moer aan. We doen deze nog even enchanten dan, want ze krijgen we hier op. Protection, oké okay, dan. Protection, wat? Protection 3? Archer helmet 3? Of Archer helmet 10 krijg je protection 3 op? Wat? The fuck? Oh my god. En nog steeds zit er een hoor. Ja, ontplof maar even hier. Kom maar. Ja, dat was het waard, jongen. Dat was het waard, je creeps te laten inspannen nu al. Dat was het zeker waard. Dat zou ik ook voortaan doen. Ja, dat is echt slim. Oké, we wachten hier gewoon rustig, denk ik. Of gaan we gewoon vechten? We gaan gewoon vechten. We gaan ons gewoon lekker mengen in de fight. Oeh, het is wel een kill. Kom dan. Kom dan. Fuck yo, deze fan is niet legit. Oké, meltdown. GG. Bam. We hebben gewonnen. Wel een beetje nash hoe we kills hebben weten binnen te slepen. Maar I don't give a freaking damn, mensen. We hebben gewonnen. We hebben 684 coins. En ik zie jullie natuurlijk gewoon lekker weer in het volgende potje. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Egypt. Kijken natuurlijk of we dan misschien hier wel win 2 van de dag kunnen binnenslepen. Of dat wij hier dan daadwerkelijk heel lelijk gekillt zullen gaan worden. We gaan hier lekker spelen. Denk maar met de Wolf Tamer Kit. Want we hebben hier lekker... dan lekker Diamond Boots. En we hebben natuurlijk onze Wolfie Team. Misschien wel eens even zullen gaan helpen. En let's freaking do this. En misschien kunnen we weer cleanen. Dat zou alleen maar leuk zijn. Ja, ach. Het hoort ook bij de game. En... ongetwijfeld zouden mensen erop gaan reageren, wat dan ook in de reacties, wat dan ook, of mensen erom gaan haten, wat dan ook. Ja, je bent noob, wat dan ook. Maar ja, weet je, I don't give a damn. Ik heb fun in de game, dat soort dingen gebeuren ook helemaal in de game. En je moet er maar mee leren leven, ik word ook wel eens gecleaned, iedereen wordt wel eens gecleaned. Ik word wel geniaal. Ook gewoon op het moment dat zij er in gevecht waren, dat ik ook gewoon zei, oké, ik moet nu gaan cleanen. En ik rende ook gewoon ze in en hoppakee, clean ze, ja. Heerlijk. Oké, goed, wij gaan lekker door. Ik moet meteen trouwens deze schoenen uittrekken, want ik krijg natuurlijk de Wolf Tamer Kit. En dan dadelijk zit ik waarschijnlijk in een fight. Dan heb ik eigenlijk die wolfjes en dan kan ik mijn schoenen niet eens aantrekken. Het zou helemaal zuur zijn. Dit lukte, nice. Het lukte. Yeah, yes, we did it. Jij, valt iemand aan. Vind ik niet leuk voor die persoon. Ja, dan wil je wegrennen, hè. Bloep. Kom eens even hier. En bam. Bam. Oh, nu wil je wel nog weer vechten. Oké. Okay. Maar waarom wil je dan nu wel vechten en net zeg maar niet? Dat heb ik zoiets van, waarom vecht je niet in één stuk door? Maar dat zal waarschijnlijk logica hebben of zo, dat je eerst wegrent. En dan vervolgens terugkomt en dan weer wegrent en weet ik veel wat. Maar goed, weet je, hij is down en dat is... Holy shit, oké, dat is het belangrijkste. Holy shit. Kom, nee, niet mijn clean nou, nee. Oh shit. Een horse kit. Nee. Dit meen je niet. Dit ga je niet menen. Dit gaan we niet menen. Nee, Hypixel. Hypixel. Oh my god, nee. You have to be kidding me. No. Ik heb het nog gekald, mensen. Ik heb het nog gekald. Zo van...
Eén potje. Oh my god, dit is top. Ik heb niet eens kunnen kijken überhaupt of verkeer ik in een van die andere events. Ja, sowieso, het was iets met diamond stuff, maar... Besef dat deze fans trouwens ook gewoon... heet dat? Hij heeft geen rank. Ik weet niet of hij dat werkt en iemand heeft gekillt met dat shizzle. Voor mij ben ik zijn eerste... Ik ben zijn eerste kill. What the fuck? Maar... Dit is toch wel ironisch, mensen. Ik bedoel, ik kan het nog. Ik doe mijn best gewoon om deze game te winnen. En we zijn gewoon wederom gerekt voor een horse. En misschien is het wel gewoon karma dat ik het vorige potje heb gecleaned. Dat Hypixel zegt van... Oh, Duffy. Ja, clean de vorige potje. We pakken je nu aan met een horse damage kit. Maar god freaking dang it. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van de Hunger Games. Mocht je het nou wel leuk hebben gevonden, vergeet alsjeblieft niet om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken als je nieuw bent. Laat natuurlijk ook gerust wat in de reacties achter. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal morgen weer te zien bij een nieuwe aflevering van Hunger Games. Later mensen.